vandaag even een korte vlog. Wij gaan vandaag lekker naar Blijdorp. Dat kun je hier ook wel zien. We hebben een abonnement en op zich vond het heel erg regenachtig weer. Dus het was niet leuk om echt te gaan wandelen of lekker in het bos of zo te gaan spelen. Maar bij Blijdorp heb je ook wat binnenactiviteiten. Zoals een vlindertuin binnen en een oceanium waarbij je binnen zit. En een leuke binnenspeeltuin. Dus even wat anders vandaag. Wij zijn eventjes anders gaan lopen, niet gelijk naar de ingang, want ik zag dat er hier een cache was. Dus ik heb mijn geocache app gestart en we zijn aan het zoeken. Nou, ik heb hem al gevonden. Als je heel goed kijkt, dan zie je hem al. Nou, zometeen mogen mijn zoontjes hem pakken en dan gaan we erin schrijven. Even leuk, even wat anders. Nou, wil je iets meer over geocache zien? Kijk dan ook naar mijn ander filmpje waarin ik dus wat meer uitleg over geocache. Wij zijn dus nu in het aquarium, in het oceanium. Lekker droog. Het is er wel heel druk, want heel veel mensen gaan hier natuurlijk schuilen voor de regen. Ik vind het heel leuk altijd kijken naar de haaien, de grote vissen en de schildpadden. Het is even te druk om het een en ander te vertellen, dus ik ga gewoon eventjes wat laten zien. We zijn hier bij de pinguïns. Ik vind ze altijd zo leuk, schattig en liever uitzien. We zijn al bijna klaar met het oceanium en dan kunnen we zo de rest van het park in. Ik heb alleen niet zoveel procent meer op mijn telefoon, dus heel veel ga ik niet meer kunnen opnemen. In het oceanium heb je ook een gedeelte van Zuid-Amerika met allemaal mooie reptielen. Ja, mooi. Ik sta hier te filmen, want ik durf al die slangen niet te filmen. Ik vind ze doodeng. Ik ben er enorm bang voor. Wil je dus wat meer van de slangen zien? Kijk dan ook even op het kanaal van mijn man en mijn kinderen, want die durven wel de slangen op te nemen. We zijn hier bij Amazonica bij de vlinders. Vind ik altijd heel leuk. Mooie, prachtige vlinders. Ja, heel mooi. Dus gewoon al die kleuren die zo door de lucht vliegen. Heel leuk, zo voor je neus langs. Mooi om te zien. Wel grappig om te zien. Eén vlinder ligt er lekker rustig en de ander fladdert er iedere keer boven. Alsof die hem aan het vervelen is. De zebra's. We zijn al best vaak bij Blijdorp geweest, maar meestal krijgen we de zebra's niet te zien, want dan staan ze aan de andere kant. Dus even bij deze de zebra's. Ik heb nog maar 13%, dus kijk ook even bij mijn mans filmpje, daar zie je gewoon veel meer. En weer onderweg richting de uitgang. Even langs de hyena's, kijken of ik wat hyena's kan spotten. Ik had gehoopt, nu het regende, dat de hyena's wat actiever zouden zijn. Maar ja, daar zie ik er weer eentje liggen, slapen. Normaal komen we altijd met heel mooi warm weer en dan liggen ze dus altijd te slapen. Maar ja, zelfs nu, wanneer het niet zo warm is en het regent, slapen ze nog steeds. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond van Blijdorp. Geef het filmpje een like als je het leuk vindt en tot de volgende keer. Doepa doe!